zijn pijn. Honderd keer, dan wel lang in. Ja, wow, verdiend over heel het seizoen. Maar ik vond het wel dat een beetje ter beter nu. Oh, vanmorgen of donderdag. Want dat zoek ik niet wel mee mogen als hier kampioen spelen. Jongens, de laatste rol van al de verkiezingen van het spelen van Joren. En dan kan je aan het woord. Ja. Wat zie je? Wat zie je? We zien het om 10 uur, jongens. We zien het om 10 uur. Allemaal door. Daardoor. Is er eigenlijk iemand die Joost niet kent? Joost, we gaan u geen micro geven. Ik ga u laten voorstellen door Geert. Geert ga u voorstellen. En Geert kan ik het doen wat dat Joost niet allemaal kan. Joost, we zijn hier voor een vol huis vandaag. De Klauwaard zit overvol. Ik zou eerlijk zeggen, ten dag van de boeren vandaag. Mijn genoten van de wedstrijd. Jo. Prachtige overwinningen vandaag. Ik vond het een van de sterkste wedstrijden van Zoutenwaardegem in play-offs. In play-offs 1. Wat is u gedacht? Zal ik er wat vonden van de wedstrijd? Ja, dat deugt u heen. En ja. Dat oververdiend wordt. Om nog 6 op 6 te nemen. Tegen Club Brugge en tegen Anderlecht. Zeker. Ben u gekozen als opwarmer voor het publiek, Joostie? Laat ik er horen waarvoor dat je bekende komt zijn in Wardegem. De oerkreet. En onze reporter van de Kijk van Joost had al een klein presentje overhandigen. Het schijnt dat dat vrij goed is voor je dieet, Joostie. Van een wol die we drinken. Ja. Een paar glazen wijn per dag en gezonder dan pijlen en poeierkes, je weet dat toch ook, hè? En we hopen dat we volgend jaar terug kunnen verder doen met onze Kijk van Joost. Het is vrij gemakkelijk voor ons, want men heeft maar een naaf van beeld nodig. Dat je een breed beeld meer. Hè? Zal mijn Joostje weer zijn van 60 kilo volgende jaar. We hopen dat zijn stemmetje niet verfijnt, dat hij hetzelfde blijft. Bedankt Joostie, voor heel het seizoen. En tot volgend seizoen. Hè. Dames en heren, Joost Wim en Geert van de Kijk van Joost. Hier op de recordbank, Player of the Year trofee in de Klauwaard.
Sammy, topman van Aardewinter, Lollin, Marco, SMD, SMD, schuif door jongens, en dat is het. Ze komen er allemaal bij, kijk eens aan, wat een schone bende. Alessandro, tussen de Driebek en de Ruitersdrie. Dat is hier in Waregem. Hij doorliep, dat is eerlijk, ik heb het over iemand die alle jeugdreeksen doorliep, van SV. Hij stond al voor het jaar 2000 in de eerste ploeg. Hij trok dan naar Antwerpen in 2000 en naar Turkije in 2003. Hij kwam in 2006 terug thuis, hier in Waregem. Hij bouwde een huis in Zulten. Hij bouwde aan een Zulten-Waregem, waarmee hij 3 keer Europees speelde. Met doelpunten tegen Espanyol en Newcastle. Hij werd ook bekerfinalist en vicekampioen. Na 10 seizoenen SV Zulten Waregem en 12 seizoenen SV Waregem doet het mij terug dat we deze jongen, die onder ons is opgeruimd, die hier met zijn fietsje naar college is gegaan, doet het mij terug dat we deze jongen vandaag een lifetime mooi geven. Geef hem een zeer lang applaus. Dames en heren, Karel Daniel! Zo'n carrière met zoveel mooie momenten, ga ik nu een vraag stellen dat waarschijnlijk zeer moeilijk is om op te antwoorden. Maar wat is voor u van al die mooie momenten het mooiste moment in gans die carrière? Het mooiste voetbalmoment in die zeer mooi gevulde carrière. Ik zie van links naar rechts kijken hoe er geen plezier meer met u gaat. Jawel, voor mij is het simpel. Voor mij het mooiste moment was zelfs niet op het veld, maar was hier 3 jaar geleden denk ik. Wij als spelers waren ontgoocheld, uiteraard geen kampioen geworden. En toen dat meer toekwam en de dankbaarheid en de vreugde van jullie allemaal hier zagen, dat was ongelooflijk, dat vergeet ik nooit meer. Kijk eens aan, zijn mooiste moment was met jullie. Karel, het was... Het was, dit seizoen hebben we niet op het veld mogen bewonderen, maar ik zag u wel altijd in de spelerstunnel. U was erbij bij de spelers. Het was sportief een minder jaar, maar je hebt dit jaar wel zeer zinvol en toch mooi kunnen invullen dit jaar. Ik heb uiteraard enorm meegeleefd met de jongens iedere match opnieuw. En ik heb geprobeerd van mijn steentje bij te dragen. Het was niet meer op het veld. Ik heb geprobeerd van mijn ervaring en mijn inzetten en zo. Aan de jongens mee te geven en ook aan de jonge gasten en aan iedereen en met een baie gebabbeld. Ik
heb alles geprobeerd om terug op paal te geraken. Ik heb met de kines alles gedaan, een jaar lang keihard gewerkt. Het is niet gelukt, omdat het uiteraard zeer jammer is. Maar langs de andere kant, ik heb 10 jaar kunnen voetballen bij de ploeg waar ik als klein manneke supporter van was. Dus ik ben gewoon bevoorrecht. Dus. Een droom voor vele kleine jongens hier aanwezig is wat hij heeft kunnen verwezenlijken. Karel, ik zou je natuurlijk zelf iets kunnen overhandigen, maar het is nog zoveel leuker als jij als Waregemenaar dat al wordt overhandigd door de burgervader van dit Waregem. Hier komt, dames en heren, om de lifetime te overhandigen, Kuut van Ekenhem! Goedenavond, ik wil in de eerste plaats, ik denk namens u allen, Frankie en het Franse team feliciteren met de prachtige prestatie van vanavond. Ook de supporters van de Super. Maar we zijn daar niet voor, ik ben hier gekomen om een Lifetime Achievement Award, moeilijk woord, uit te reiken aan een speler die ontzettend veel betekend heeft voor de Zulte Waregem. Die onze aller waardering, respect en dank verdient. En ik mag dat doen namens het stadsbestuur van Waregem, namens SV Zulte Waregem, maar vooral namens jullie allemaal reken ik met heel veel plezier en trots deze Lifetime Achievement Award uit aan Karel Daniel! Karel, ik kan aannemen dat dat een eer is. Dat is een eer die niet veel Waregemenaars is weggelegd. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets doet om hier met die lifetime te kunnen staan. Heel mooi gebaar, ik vind het echt cheap. Als je als je gedaan hebt, dus meer kunnen niet verlangen, ben je zeer gelukkig mee. De bekendmaking van de Record Bank Player of the Year. Die zal natuurlijk worden uitgereikt door Jean-Pierre Verbeke, van de CEO van de Record Bank. Kom er maar bij, Jean-Pierre. U wordt ook bijgestaan door de mannen van de Klauwaard. En daar zijn Geert, Wim, Jordi en Vincent. Dames en heren, je gaat het nooit geloven, je gaat het nooit geloven. Maar ik ga toch beginnen met het nummer 4 en een uitslag. Want het nummer De Weelde bij Zulte Waregem was dit jaar zo groot dat de assistenkoning 3 spelers heeft moeten voorlaten gaan in deze verkiezing. Daarom wil ik hem toch zeer, zeer, zeer graag in de bloemetjes zetten. De assistenkoning niet alleen van SNV, maar van heel de Super Pro League. Dames en heren, laat u horen voor Onu! 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 Onu, blijf even gezien. Wat. Onur krijgt uit de handen van Delphine de Klauwaard trofee. Onur, ja geweldig, gewoonweg assistenkoning van onze competitie. Ja, ik denk dat wij als team een goed seizoen hebben en als individu oké, dat is wel een mooi punt. Maar ik wil wel iedereen bedanken, al die jongens en vooral die staf en jullie ook als sporter. Dankjewel. Dan geef ik graag het woord aan Wim. Wim, laat ons weten wie werd derde in de Record Bank Player of the Year. Mag ik kijken? Oeh, dat is toch niet waar, hè? Heel wat Klauwaard fans zouden daar grote vrede mee hebben.
heeft mijn van jaar alweer haalt gekost. Dank u wel. Bedankt aan iedereen die ons van jaar gesteund heeft. Het is een jaar geweest met ups en downs, maar we hebben in ieder geval één keer gewonnen met POV. Bedankt aan alle mensen die voor mij gestemd hebben. Dank u wel. Dan gaan we naadloos over naar het nummer 2. Ik denk dat dat Geert is. Geert, heb jij de envelop? Of Jordi, jij doet de envelop voor Vincent heeft de envelop. En Jordi gaat zeggen wie dat er tweede is geworden in de recordband Player of the Year. Trommelroffel. Tweede plaats gaat naar Karim Essigal. De man op wie de verdediging volledig klopte, proficiat met een geweldig seizoen, Karim Essico! Goal! Dan komen we nu bij de winnaar. De winnaar wordt bekendgemaakt door de CEO van Recordbank. Ze zijn de grootste baas van Recordbank. Hij heeft de enveloppe waarop de naam staat van wie voor SMV de Recordbank Player of the Year was. Top jij. Spannend moment. Maar de meeste weten het. De eerste plaats is voor... Voor deze mooie supporters hier vanavond. Ja, voor de bos gaat ik zeggen. Voor de coach, bedankt voor de vertrouwen. En dit jaar ik ben terug in Zultwarahem. En bedankt ook voor de staff techniek, de staff medical Bram en de anders. En ik heb een hele goede nieuws. Goed nieuws, goed nieuws. En, met de coach, ik verleng mijn contract 2 jaar en ik... Ik denk dat het zeer terecht is. Jullie hebben hem verkozen tot recordbankplayer of the year. Mbaye! Bon, dames en heren, het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan en ik ga even tot mijn Jean-Pierre. Jean-Pierre, kunnen we hier staan?
Jean-Pierre, want ja, recordbank player of the year, daar hing aan vast dat er ook iemand met die Smart 4-4 liedje weg was. Dus jullie hebben dat georganiseerd. Hoe is dat eigenlijk juist in zijn werk gegaan? Hoe hebben jullie dat juist gedaan om uiteindelijk tot één winnaar te komen die vandaag met die Smart 4-4 mag gaan rijden? Het belangrijkste is, hè, wat is een ploeg zonder supporters? Dus wij gaan voor de supporters. En wij gaan nu een prijs verloren voor de supporters. En dat is een fantastische prijs. Smart 4-4. De Smart voor wie? En nu heb ik hier 8 van die gouden fantastische enveloppes. En niet dat het niet verdragen, één van die enveloppes gaat eruit met een Smart 4-4. De sleutels worden afgegeven door een Mbaye. Hij gaat ook weer beginnen rijden, denk ik. Dat denk ik. Dus, Mbaye, you take the right one. Oké, de right one. Jonas van de Plassen. Jonas, kom er maar bij. Jonas mag hier op het podium komen. Als hij geraakt, dan krijgt hij ook sleutels overhandigd. Help die mensen hier op dat podium. Om af te sluiten roep ik er zeer graag bij de man die de architect is van dit Zultenwaregem. Niet alleen dit jaar, maar zowat 2 decennia lang. Dames en heren, moedig hem warm aan, want daar is de coach van Zultenwaregem. Daar is Frankie! En mijn team vandaag gepresteerd hebben, dan vind ik het super. Echt waar, dat meen ik. En ik hoop dat we volgend jaar... En ik beloof u eigenlijk vandaag al. Het is een schitterend moment. Het is goed weer. We zijn nog allemaal nuchter. We zijn een kleine ploeg, maar we dromen gelijk de grote. En volgend jaar gaan we er opnieuw tegenaan. Kampioen! En we gaan opnieuw voor play-offs in. Alleen gaan we proberen volgend jaar wat competitiever te zijn in die play-offs in. Dank u wel.
schreeuwt achter u. Het publiek schreeuwt achter u. Suze Putman. Ronnie Brand, Milo, Jasper. Donderdag Suze een keer gejoedelde. Wat moet je langer zijn, man? Het is moeilijk om nog op een betere manier af te sluiten, maar ik ga het woord toch nog eens zien aan Jean-Pierre Verbeke van Recordbank. Ja. Maar ik heb maar één woord meer. We moeten vieren. Als Kentenaar vond ik een beetje moeilijk, maar we hebben wel met 4-2 en 4-1. 4-2. En een vat van Recordbank voor iedereen! Dankjewel voor het vak, dankjewel spelers Snoep, dankjewel Staf om hier allemaal te zijn, dankjewel Frankie. Ik wens u een fantastische avond toe en niet meer één, donderdag is tegen een klein clubje in Uitbrugge. Dan wil u ook allemaal zien, tot donderdag! Gratis praten vandaag in de Klauwen! Хорошо, das war sehr, sehr gut. Sehr gut.